project Monument van de Toekomst willen we jongeren betrekken bij de beeldende kunst. Dat gaan ze dan uitbeelden in bijvoorbeeld een gedicht of een film of een schilderij of een rap. Dat wordt digitaal opgeslagen en dat wordt in een kleine chip wordt dat in een bamboestam geplaatst. En om dat zichtbaar te maken voor de mensen die daar voorbij wandelen, komt er een QR-code aan de buitenkant waarmee je met een mobiele telefoon kan zien wat er in die bamboestam zit. Ik ben dit project eigenlijk begonnen niet van ik ga een kunstwerk maken, maar hoe kan ik met jongeren iets hier in dit park betekenen? Het wordt een heel groot park, Landart Delft. Het is een 175 hectare. En je wilt natuurlijk heel graag ook dat jongeren hier een plek in krijgen. En toen kwam ik eigenlijk op het idee van bamboe. En bamboe heeft verschillende kamers, wat ook weer betekent eeuwigheid en iets heel positiefs. Het is duurzaam en het lijkt me een prachtig gezicht als daar een heel woud van bamboestammen komen te staan. De kunstwerken die tot nu toe tot stand zijn gekomen bij Landart Delft, die hebben allemaal als thema het landschap als geheugen. Dus alle kunstenaars hebben het thema van wat zit er hier in het land, wat is er hier gebeurd, wat heeft het als cultuurhistorische waarde. En met het Monument van de Toekomst gaan we juist op een hele andere toer. En dan gaan we echt een stap de toekomst in. Je moet het zien dat het project gaat een soort alsof je je naam kerft in een boom. En dan wil je kijken naar zoveel jaar, staat mijn naam daar nou nog in? En dit blijft natuurlijk, dit blijft bestaan. En er worden een paar bamboestammen al geplaatst om te kijken van hoe komt dat eruit te zien. Maar de bedoeling is dat uiteindelijk vanuit Nederland heel veel jongeren hun ideeën over die toekomst hier in die stammen gaan plaatsen.